is mooi. Heel mooi gedaan. Goed aangevoeld dat hij hier naar voren komt. ...110 km/u. Zijn stevige services. Zo zeg. Maar één. Oh, 3 in een game. Juist. Eén backhand en is een punt. De eerste keer dat hij voor de backhand langs de lijn gaat. Zo. Ja. Fantastisch punt van Kukushkin. Maar de set gaat toch naar Mikhail Kukushkin. Pakt de tiebreak. Komt 1-0 in sets voor. Zet de toon nu in deze vierde Davis Cup wedstrijd. Ja, hij is binnen. Goeie forehand return. 2 op rij. Dat brengt de eerste break in de wedstrijd op het scorebord. Ja, de set is binnen. Het wordt 6-4. Vavrinka doet wat hij moet doen. Ja, gaat ervoor. Terecht. Goed hoor. Momentum is gedraaid in deze wedstrijd. Ja, uitstekende tweede service. Set nummer 3 voor Zwitserland. De break is binnen. Ja, het was wankelen deze game voor Kukushkin. En met een ace. Nummer 26 maakt Stanislas Wawrinka de partij uit. Na een heel lastig begin. Een verloren eerste set tiebreak. Wint hij uiteindelijk in 4 sets. Van die goede Kazak. Mikhail Kukushkin. En doet Wawrinka toch wat hij moet doen. En brengt hij Zwitserland op 2-2. En dat was de opdracht. Want nu komt de vijfde en beslissende partij.